Hallo en goeie avond. Welkom op dit webinar over COVID-19 en hematologische aandoeningen. Dit is het tweede webinar dat georganiseerd wordt. Een goede anderhalve maand geleden hadden we een eerste webinar. Dat kreeg een heel positieve respons. En als ik zeg een heel positieve respons, bedoel ik eigenlijk een heel positieve respons. Blijkbaar was er nood voor aan patiënten om hun vragen te stellen rond COVID-19. Wat de typische vragen zijn die men ergens anders nergens kwijt kan. Wel, die kon men daar kwijt. Daarom werd beslist om dit initiatief te herhalen. Het leuke is dat er patiëntenverenigingen bij zijn gekomen die dit initiatief willen steunen. Onderaan zie je een slide en daar zie je zes organisaties die dit volmondig steunen. Ik zet ze eventjes op een rijtje. Er is de Stichting Tegen Kanker, de patiëntenvereniging, de VZW Hodgkin, Non-Hodgkin, Lymfeklierkankervereniging Vlaanderen, contactgroep Myeloom, Waldström, patiënten, Wildgroei en Kom op tegen kanker. Zes verenigingen die de hand in elkaar hebben geslaan om dit event te promoten. Natuurlijk moeten we ook Takeda bedanken, want zonder hun steun was dit project er niet gekomen. Het is eigenlijk ook hun initiatief. Het volgende uur staan uw vragen als patiënt dus centraal. Niet alleen hematologische patiënten, maar ook kankerpatiënten in het algemeen kunnen vragen naar ons zenden. Wij gaan die zo goed en zo kwaad mogelijk beantwoorden. Ik ga die niet beantwoorden, nee. We hebben twee heel interessante, boeiende gasten, experten op hun terrein. Eerst en vooral hebben we professor Rick Schots. Hij is het diensthoofd hematologie aan de universiteit, aan het Universitair Ziekenhuis in Jette. En hij is ook de coördinator in de Belgian Hematology Society als het aankomt op de contacten tussen patiënten. Hij is met andere woorden zo'n beetje de brug tussen de medische wereld van artsen en patiënten. Professor, u was er de eerste keer bij en we hebben niet lang moeten aandringen om me te vragen om nog een tweede keer te doen. De eerste keer is goed bevallen, blijkbaar. Jazeker. Het was een leuke ervaring. Het was de eerste keer voor mij in zo'n webinar. Het was een heel leuke ervaring en achteraf heb ik ook vernomen dat de mensen zeer tevreden waren, wat mij dubbel zoveel plezier doet natuurlijk. Ja. De vorige keer zei u van, eigenlijk is het altijd druk blijven gaan op uw afdeling. Hoe is het nu op uw afdeling? Is het de rust teruggekeerd of komen er nu net meer patiënten langs? Ja, de rust is zeker niet, er is nooit rust geweest om te beginnen. En de rust is dus zeer relatief. En na toch een beetje mindere periode gedurende de piekmomenten van de epidemie, zien we nu een soort rebound-fenomeen, waar de mensen die lang moeten wachten hebben om toch te kunnen komen na de raadpleging, nu snel willen komen. Dus dat betekent dat we een soort inhaalbeweging hebben die zich nu manifesteert en daardoor is het toch wel heel druk de laatste week. Ja. Ja. Professor, u hebt er een collega bij gekregen. Hè? We hebben een psycholoog uitgenodigd, mevrouw Inge Knape. Zij werkt als psychologe in het ziekenhuis, Jessa ziekenhuis in Hasselt. En zij is ook docente aan het Cedric Heijlen Instituut. Inge, leuk dat je erbij bent. Jij werkt als psycholoog. Je gaat het vandaag ook vooral hebben over angst, schrik bij patiënten in deze periode van COVID. Is dat iets wat je bij je eigen patiënten ook hebt gezien de voorbije periode? Ja, tuurlijk. Dat is iets wat eigenlijk al van het begin van de coronacrisis gekomen is en wat nu nog wel altijd een beetje verder loopt. En zeker ook naar de toekomst toe wel wat blijft hangen. Ja, absoluut. Ja. Ik heb je slides al even bekeken die je zo dadelijk eventjes gaat overlopen. Daar staan heel wat tips en tricks van hoe kun je die angst een beetje beheersen. Echt een aanrader wat Inge straks allemaal zal vertellen. Maar voor we zover gaan zijn, laat me eerst een paar praktische dingen aan u vertellen. U weet waarschijnlijk dat in deze coronaperiode het internet wat overbevraagd is. En soms zou het kunnen zijn dat uw klank een beetje blijft hangen. Geen paniek, de eenvoudigste manier om dat op te lossen is gewoon eventjes naar de refresh-knop te gaan. Dus dat cirkeltje dat je meestal links bovenaan op je scherm ziet staan. Of, en dat weten we ondertussen ook, verander eens van browser. De browser Chrome is eigenlijk degene die het vrij goed doet bij dit platform. We hebben ook een helpdesk. Als je vragen hebt, dan kun je bij de man die nu aan het zwaaien is, dat is Christophe. Christophe is degene die alles technisch in goede banen leidt. Dus als je een vraag
vraag hebt, wel, je ziet het e-mailadres van Christophe daar staan, webinar@seymour.be. Heb je een technische vraag, wel, stuur een mailtje naar Christophe en hij zal je verder helpen. Jouw vragen staan centraal. Wel, hoe stel je die vragen? Heel eenvoudig. Aan de rechterkant van uw scherm zie je een witte kolom en onderaan staat daar, stel een vraag. Tik gewoon je vraag in en vergeet zeker niet op verstuur te drukken, want anders blijft die vraag in je computer zitten. En een paar seconden later zien professor Schotse en Inge jouw vragen passeren en gaan ze die zeker en vast oppikken. Het is niet de bedoeling dat je een heel medisch dossier doorstuurt. We proberen zo discreet mogelijk te zijn, maar als je heel persoonlijke vragen hebt, ja, dan blijft jouw eigen arts natuurlijk het aangewezen aanspreekpunt om problemen te bespreken. Maar heel algemeen vragen, laat ze maar komen vanaf nu. Hoe meer, hoe beter. Nu, professor Schots, jij hebt zelf ook een paar belangrijke zaken op een rijtje gezet. Zaken waarvan je zegt, de voorbije maanden heb ik geleerd dat dit belangrijk is voor mijn patiënten. We gaan, vraag even aan Christophe, om jouw 4 slides die je daarnet hebt gemaakt, even op het scherm te zetten. Professor, wat vind jij belangrijk om aan je patiënten mee te geven? Ik heb het dus op die slides even samengevat. We gaan niet in detail op alle de richtlijnen die bestaan en die uitvoerig beschreven zijn en vermeld worden in webinars omtrent specifieke richtlijnen voor pathologieën. Wel heeft men begrepen, nu de epidemie toch al een geruime tijd aan de gang is, dat patiënten met hemato-oncologische aandoeningen in het algemeen wel degelijk een verhoogd risico hebben op COVID-infectie en ook daarbij een verhoogd risico hebben om complicaties te ontwikkelen van de infectie en dus een ernstige vorm van COVID-19 te ontwikkelen. En die ernstige vorm, dat is genoegzaam bekend, kenmerkt zich door een longontsteking, een pneumonie, een ernstig longprobleem dat men ARDS noemt, een soort witte longsyndroom, en ook een probleem met de stolling of een coagulopathie. Hè, met een belangrijke, zou ik zeggen, risico om op intensieve zorg te belanden en beademd te moeten worden. En dat heeft te maken met het feit dat heel wat patiënten met hematologische aandoeningen wat ouder zijn. Dat is zo. Ze zijn ook immuun gesupprimeerd of hebben een tekort aan immuniteit. Eerst en vooral ten gevolge van de ziekte, maar ook en niet in het minst ten gevolge van de behandelingen. Tot die behandelingen behoren onder andere de steroïden. U heeft al gehoord van dexamethasone, Maptera behoort daarbij, prednisone ook. Vele chemotherapieën, dus de standaard chemotherapieën, zijn ook immunosuppressief en een aantal daarvan zijn dat iets meer. Ze hebben ook het effect dat ze de witte bloedcellen naar beneden doen gaan, waardoor de immuniteit natuurlijk in belangrijke mate wordt verstoord. Ook andere behandelingen, zoals antistoffen, inclusief Maptera bijvoorbeeld, of Gazivaro, zijn medicamenten die de immuniteit drastisch verlagen. En natuurlijk is het de stamceltransplantatie, niet voor iedereen, maar toch voor sommige patiënten, waar ook een belangrijke immunosuppressie mee gepaard gaat. En daarbij komt nog dat vele patiënten, door het feit dat ze wat ouder zijn, ook wat comorbiditeit hebben, dus andere ziektetoestanden die het risico op ernstige COVID gaan verhogen, zoals bijvoorbeeld cardiovasculaire problematiek en ook diabetes. De volgende slide laat zien, als die komt tenminste. Ik zal zelf, ja. Voilà. Wat eigenlijk men daaraan gedaan heeft, rekening houden met het feit dat dus het risico op COVID hoger is bij patiënten met hematologische aandoeningen. Dat men heeft richtlijnen opgesteld. En vele organisaties, Europese organisaties bijvoorbeeld, hebben richtlijnen opgesteld. En in eerste instantie, en zeker op piekmomenten van de epidemie, was het de bedoeling om de patiënten zoveel mogelijk buiten het ziekenhuis te houden. Dus behandelingen zoals de toediening van gamma-globulines, Maptera, onderhoudstherapie, ook radiotherapie bijvoorbeeld, werden beschouwd als behandelingen die de patiënt frequent naar het ziekenhuis gaan halen en men heeft daarvoor alternatieve houdingen voorgesteld. De intensieve behandelingen, bijvoorbeeld de stamceltransplantatie, heeft men zoveel mogelijk
uitgesteld of programma's voorgesteld om die uit te stellen. En dan gepaard daaraan, als men toch moest zo'n behandeling doorvoeren, maximaal te testen op COVID. Om zeker te zijn dat de patiënten die daarvoor opgenomen worden toch niet besmet waren met het virus. Men heeft ook protocols of richtlijnen gegeven om de immunosuppressie minimaal te houden en om de dosis van bepaalde medicamenten aan te passen, om dus die immunosuppressie te minimaliseren. En men heeft dan ook heel wat richtlijnen geformuleerd die pathologie specifiek waren of zijn. Voor myeloom, voor lymfoom, chronische myeloïde leukemie, ook acute leukemie. En die werden wijdverspreid door talrijke webinars. Men heeft ook algemeen aangeraden om maximaal die teleconsultaties toe te passen. Ook een manier om de patiënten buiten het ziekenhuis te houden. Omdat men natuurlijk enerzijds niet wou dat potentieel besmette patiënten de patiënten in het ziekenhuis zouden kunnen besmetten. Maar omgekeerd, stilletjes aan, is men ook de ziekenhuizen gaan beschouwen als een plaats waar de besmettingsrisico's vrij belangrijk zouden zijn. Nu, de impact van zo'n maatregelen hangt natuurlijk af van de ernst en het piekmoment van de epidemie. En u weet allemaal nu dat we in juni 2020 in ons land wel degelijk in de staart zitten van de epidemie en dat men dus die zaak allemaal een beetje losser gaat laten. Men gaat dus geleidelijk aan normaliseren. Dus in feite moeten we niet verder meer bespreken vandaag, zou u dan zeggen. Ik denk het tegendeel is waar, want natuurlijk, zoals iedereen in onze maatschappij, we hebben lessen geleerd uit deze COVID-epidemie. En uit die lessen moeten we afleiden wat we later anders en vooral beter gaan doen als we de volgende opstoot, ik hoop niet dat hij komt, maar men zegt overal, hij gaat wel eens komen, als we zo'n volgende opstoot nog eens meemaken. En daarop reflecterend heb ik toch gedacht aan de specifieke situatie van de patiënt in de volgende slide. Professor, ik ga je, want je snijdt een ander hoofdstukje aan, ik ga je even onderbreken, want ik denk dat Stefanie een heel terechte vraag heeft gesteld. Ze was er snel bij, hoor. Je had nog maar pas gezegd dat patiënten een verhoogd risico hadden en zij zegt het volgende: geldt dit ook voor ex-patiënten die al enkele jaren in remissie zijn? Met andere woorden, patiënten in remissie, hebben die nog altijd een verhoogd risico? Wel, het risico is natuurlijk het hoogst voor patiënten die actief ziekte hebben, die actief behandeld worden. Maar uiteraard is het zo dat het immuunsysteem zich geleidelijk aan gaat herstellen. En de tijd tot herstel is ook variabel. Na een klassieke behandeling voor lymfoom bijvoorbeeld, is dat toch minstens 6 maanden en dat kan een jaar of nog langer duren. Als men langer dan een jaar na het einde van de behandeling zich bevindt, dan denk ik dat de immuniteit voldoende hersteld is om niet meer te kunnen spreken van een verhoogd risico. Maar het is erg van situatie tot situatie afhankelijk. Bijvoorbeeld patiënten post-stamceltransplantatie kunnen eigenlijk soms nooit hun volledige immuniteit terug recupereren. Men kan wel een paar testen doen om die immuniteit te testen. Men kan wel bloedonderzoeken doen om concentraties te meten van gamma-globulines, om de T-celpopulaties te onderzoeken en zo een idee te krijgen van het herstellen van de immuniteit. Ja, prima. Hopelijk is dat een antwoord. Ja, dit is een antwoord op Stefanie, haar vraag. Trouwens, Stefanie, heel hartelijk bedankt om al zo snel een vraag te stellen. Laat maar vragen komen. Hoe meer, hoe beter. Professor, terug naar jou. Ja, er is zoiets als wat ik zou kunnen noemen het ecosysteem van de patiënt. De patiënt, je ziet hem daar staan in het blauw in het midden, die is erg afhankelijk van dat ecosysteem. In eerste instantie heeft hij zijn naaste familieleden, die hem of haar steunen in die moeilijke tijden van behandeling. En hij heeft ook zijn hematoloog, die hij face-to-face regelmatig ziet en waarmee hij in dialoog gaat en zijn situatie bespreekt. En daarnaast hebben we iets meer op afstand andere elementen van het ecosysteem. De vrienden natuurlijk zijn belangrijk. Het dagziekenhuis, het ziekenhuis zelf, waar de verpleegkundige, de verplegende, de coachen aanwezig zijn, die regelmatig de psychologen ook met de patiënt in contact treden en daar gesprekken mee voeren. Het bezoek dat hij kan krijgen in het geval dat hij of zij gehospitaliseerd is, behoort ook tot dat ecosysteem. En niet in het minst ook de lotgenoten. Lotgenoten die regelmatig ontmoet worden
naar aanleiding van jullie organisaties vaak en contactmomenten. Dat ecosysteem dat zou eigenlijk optimaal intact moeten zijn om de patiënt een goed gevoel te hebben. En om hem een gerust gevoel te geven ook. En zoveel mogelijk zijn angsten te kanaliseren en te onderdrukken. Nu, wat heeft COVID gedaan met dat ecosysteem? Wel, dat kunt u al raden met de volgende slide. Ja, die komt eraan. Voilà. Voilà, al die pijltjes zijn weg. En de enige pijl die nog overschiet zijn de naaste familieleden. Die blijven natuurlijk bestaan en die contacten blijven mogelijk in de COVID-fase. En er is nog een kleine stippenlijn naar de hematoloog, naar de behandelende arts. En dan weliswaar klein en gestippeld, omdat er teleconsulten nu zijn in de plaats van de face-to-face contact. Nu, ik denk, een face-to-face contact is zeker niet hetzelfde als een teleconsultatie. De patiënten kijken naar de arts als zij iets vertelt, als zijn resultaat mededeelt, en zijn lichaamstaal zegt soms meer dan wat hij eigenlijk zegt. En de patiënt heeft daar, denk ik, heel veel belang aan. En dat vervalt met een teleconsult. Dat vervalt ook enigszins met zo'n toestand zoals vandaag, waar we enkel het hoofd zien van de arts of van degene aan de andere kant van de lijn zit, zeg maar. Dus de gevolgen daarvan zijn, denk ik, niet te onderschatten. Men voelt zich heel snel geïsoleerd. Het ecosysteem is quasi weg. Er is een grote onzekerheid die langzaam maar zeker in het gemoed insluipt. Er is misschien wel minder vertrouwen. Men zegt, ja, vroeger moest ik 1 keer per maand komen en uitleg krijgen en nu mag ik 6 maanden wachten, bij wijze van spreken, om een beetje te overdrijven. Dus dat creëert misschien toch ergens een vertrouwensproblematiek en dat allemaal leidt, denk ik, tot heel wat angstgevoelens. Angst door de COVID op zich. En angst omdat men uit dat ecosysteem verdwenen is. En dat is denk ik iets dat we moeten meenemen naar een volgende mogelijke epidemie. We moeten daaruit lessen trekken en proberen bij een volgende gelegenheid systemen te ontwikkelen, samen met de patiënten trouwens, samen met jullie, om dat ecosysteem zoveel mogelijk intact te houden. En bij deze boodschap denk ik... heb ik goed mijn collega Knapen ingeleid. Het is een vlekkeloos bruggetje naar Inge Knapen, maar ik kom er even tussendoor, professor. Je hebt het over het ecosysteem. Familie stond daar ook bij. Wel, Raf vertelt het volgende. Hij heeft een kleinkind. Hij is in remissie, maar kleinkinderen mogen nu meer en meer op bezoek beginnen komen. Dus hij zegt van, in de bubbel zag ik mijn kleinkinderen niet. Hij zegt van, ja, hoe zit dat nu? Mag ik die aanraken? Hoeveel afstand moet ik ten opzichte van mijn kleinkinderen houden? Wat zijn uw bedenkingen bij zijn vraag? Ik denk dat in die situatie van vandaag nu, als we ons vandaag bevinden buiten die piekperiodes, dat zeker kan. Dat zeker kan. Dus ik denk dat er geen... Men moet hier, denk ik, de algemene richtlijnen volgen die maatschappelijk bestaan. Dus ik zou zeggen... Geen probleem om dat kleinkind eens te zien. Ja, ik denk dat je een opa hebt gelukkig gemaakt vandaag, professor. En het kleinkind waarschijnlijk ook. Voor we naar Inge gaan, heb ik nog een vraag. Ik vraag aan Christophe even om een poll te lanceren. Want we hebben het vandaag over hoe angstig ben je en heeft schrik en angst jou... is dat beginnen spelen gedurende de coronatijd? Wel, we hebben een klein vraagje. En dat is de volgende vraag. Voilà, je ziet die nu. Vandaag, 3 maanden na de start van de corona-epidemie, voel ik me angstig. En zeg je daarop helemaal akkoord of zeg je helemaal niet akkoord? Je hebt dus 5 mogelijke antwoorden om daarop te antwoorden. Dus voel jij je nu angstiger of niet? Vind je dat je schrik hebt of niet? Dat is wat we wel eens willen weten. En meteen ook eens aan Inge gaan voorleggen. En ik zie de vragen binnenkomen. Ik weet niet of Inge ze ook ziet binnenkomen. Ja. Ja, je ziet ze binnenkomen. En je ziet ondertussen, Inge, dat het een nek-aan-nek race aan het worden is. En wel, we moeten zeggen dat met een heel klein percentage het antwoord helemaal akkoord, dat op nummer 1 staat. En dan gevolgd door akkoord. Met andere woorden, Inge, uit die kleine snelle bevraging die we nu
hier live uitvoeren, leren we toch dat mensen zich daarin herkennen. Angst heeft toegeslaan. Wat heb jij daarom te vertellen? Absoluut. Nu, ik ga proberen om een beetje een overzicht te geven van op welke manier dat angst ook een beetje werkt bij mensen. Want we hebben gezien dat eigenlijk in het begin van het COVID-verhaal er heel veel angst geweest is. Dat op dit moment de angst een beetje draaglijker wordt voor mensen, maar toch nog altijd heel veel angst is voor een nieuwe epidemie. Of een nieuwe uitbraak. En ik ga proberen om dat aan de hand van de slides die ik heb voorbereid toch op een zo duidelijk mogelijke manier even voor te stellen aan jullie. Zoals professor Schots net ook al zei, ja, er is heel veel psychologische impact op ons leven door het COVID-verhaal. En ik ga mij in de uitleg die ik ga geven een beetje toespitsen op het stukje rond angst. In de eerste plaats ga ik met jullie even kijken van wat is dat eigenlijk, die angst? Ook omdat het belangrijk is om te weten hoe angst in elkaar zit, om die angst ook een beetje hanteerbaar te maken. Hoe herken ik die angst? Hoe werkt die angst precies? Is dat dan een probleem? En wat kan je er dan ook aan doen? Nu, angst is in de eerste plaats is angst veiligheidsmechanisme. Het is een veiligheidsmechanisme in levensbedreigende situaties en dus is eigenlijk ook wel iets goeds. Als hier een gevaarlijke slang voor ons zou zitten, dan moeten we angstig reageren, want dat is levensbedreigend. Soms geeft dat een valsalarm bij iets wat lijkt op iets wat een slang zou kunnen zijn en gaan we ook daar wel angstig kunnen reageren. Nu, belangrijk is om te weten dat angst sowieso altijd een signaal is en een normale reactie is in een abnormale situatie, wat uiteindelijk het hele corona-verhaal toch ook wel heel erg is. Nu, hoe herken ik angst? Bij angst gaat de hartslag stijgen, we gaan kortademig worden, we gaan een drukkend gevoel ervaren in de borst, duizelig worden, gespannen spieren krijgen, de maag en darm gaat klachten geven, we kunnen soms hyperventileren, gaan piekeren, slecht slapen. Kortom, er zijn heel wat symptomen die toch wel te maken hebben met deze angst. Ik ga jullie even kort proberen uitleggen hoe die angst dan ook precies werkt. Omdat dat wel heel erg belangrijk is om een beetje vat te krijgen op de angst die ons overkomt. Het is zo dat de amygdala, dat is een stukje in de hersenen, dat die eigenlijk onze omgeving gaat scannen op dreiging. Als er bijvoorbeeld een auto recht op ons afgereden komt, dan is dat een bedreigende situatie en gaat die amygdala geactiveerd worden in onze hersenen. Die gaat dan de hypofyse en de bijnierschors gaan activeren, die op hun beurt dan stresshormonen gaan produceren, adrenaline en cortisol, wat de meeste mensen wel kennen. Dat zet ons in ons startblokken en maakt ons eigenlijk klaar om tegen een levensbedreigende situatie te gaan reageren. Die hormonen zorgen er dan ook voor dat onze hartslag gaat stijgen, dat onze ademhaling toeneemt en dat ons bloeddruk stijgt. En we gaan dan reageren door te vechten, te vluchten of te bevriezen. Welke van die reacties dat dan gaat zijn, hangt een beetje af van persoon tot persoon en ligt eigenlijk, is niet iets wat we kiezen, dat ligt niet vast. Nu, vechten, vluchten, dat is eigenlijk, ja, dan zie je dat het bloed en de zuurstof gaat naar het hoofd gaan, gaat naar de grote spiergroepen gaan. Dat maakt ook dat je hier aan de slapen een kloppend gevoel kunt krijgen, dat je hoofdpijn kunt ervaren. Dat gaat naar de grote spiergroepen gaan, waardoor dat je eigenlijk kunt bibberen. Maar eigenlijk heeft dat als doel om in de aanval te gaan. Je zet je klaar om iets levensbedreigend tegemoet te gaan. En het bloed en het zuurstof trekt weg van de maag, trekt weg van de vingers en de tenen, waardoor dat je tintelingen kunt voelen, waardoor je
koude handen of voeten kunt krijgen, waardoor je misselijk kunt worden, kunt flauwvallen. Eigenlijk allemaal reacties lichamelijk die bepaald worden door wat er gebeurt in ons hoofd en de productie van de hormonen. Nu, we kunnen ook bevriezen en dat is ook een soort van verdedigingsmechanisme. Dat is een beetje van, ik probeer om met mijn lichaam geen pijn meer te voelen en het gebeurt precies niet echt met mij. Ook dat is een beschermende reactie en kan wel belangrijk zijn. Om even te schetsen, die auto is een bedreigende situatie, is een 10 op 10 qua dreiging. En dan weten we, het is oké om angstig te zijn. Als ik morgen in een vliegtuig stap, dan is die angst, we weten, rationeel 0 op 10. Die dreiging is 0 op 10, maar die angst die kan daar wel zijn. Is daar geen angst, is dat oké? Is daar wel angst, dan kan ik mij de vraag stellen van, ja, is die angst, ja, kan ik die verdragen? Ben ik bereid om die te verdragen om toch op dat vliegtuig te stappen? Is het mij dat waard? Nu, ik ga even naar de volgende slide. Als die auto weg is, die dreiging is weg, dan normaliseert alles zich. Die hormonen die dalen, die persoon wordt weer rustig en de angst die daalt vanzelf. Als we maar even durven wachten. Als die hormonen gedaald zijn, gaat die angst ook meedalen. Nu, vandaag de dag zitten we met het corona-verhaal en dan zitten we eigenlijk met het verhaal rond corona, de beelden die we kennen van op televisie, waardoor opnieuw onze amygdala dit als bedreigend gaat ervaren. Opnieuw gebeurt hetzelfde dan bij de auto en gaan we in een situatie komen van vechten, vluchten en bevriezen. Nu, het verschil met de auto is dat we eigenlijk bij de corona weten we eigenlijk niet zo goed van, ja, hoe groot is de dreiging effectief? Hè? Het is een nieuw virus waar we ondertussen wel meer over leren kennen, maar heel precies kennen we het nog niet. En dat maakt dat het zowel oké is om bang te zijn, en het ook oké is om niet bang te zijn. En als we wel bang zijn en dat het ons weerhoudt om naar het ziekenhuis te stappen wanneer we ons niet goed voelen, dan is ook de vraag van, ja, is onze behandeling en ons consult bij de dokter, is dat toch zo belangrijk of belangrijk genoeg dat we in staat zijn ook om die angst ook te verdragen. Nu, ja, die COVID die blijft bestaan, die dreiging blijft bestaan en dat maakt ook dat onze amygdala, onze hersenen ook onze angst ook in stand gaan houden. Ja, rustig worden lukt dan ook niet meer goed. En we weten ook, al uit eerder onderzoek, dat mensen die langdurig onder spanning staan, zoals natuurlijk ook het geval is wanneer we ziek zijn, dat onze amygdala eigenlijk veel gevoeliger is geworden en veel sneller gaat reageren en soms ook te snel gaat reageren. Nu, op zich maakt dat ook dat wij veel prikkelbaarder kunnen reageren, veel meer vermoeid kunnen zijn, emotioneel kunnen zijn en dat we ook meer en meer de focus gaan leggen op gevaar, omdat dat ook onze manier is om onszelf te gaan beschermen in een potentieel levensbedreigende situatie. Nu, dan zien we eigenlijk ook dat ja, heel veel mensen die kanker hebben, weten ook van, er is heel wat angst. Hè. We hebben angst voor misschien een nieuwe diagnose, misschien angst voor een ingreep, angst voor herval, angst voor de behandeling. Kortom, er zijn al heel wat angsten die daar sowieso al zijn, heel vaak. En daarbovenop komt nu nog eens de angst voor de blootstelling aan de COVID-19. Nu, is dat dan een probleem? Nee, dat is geen probleem als je angstig bent. Maar als die angst veel te veel op de voorgrond komt en als we niet meer evenwichtig kunnen functioneren, dan is dat uiteraard wel een probleem. En wat we dan eigenlijk zouden moeten doen, is zorgen dat een ander deel van de hersenen, het frontale of het stuk vooraan aan het hoofd, dat terug meer gaat werken. En dat stuk van de hersenen is meer verantwoordelijk voor controle, structuur. En daarom is het ook belangrijk dat we daar ook naar gaan kijken wanneer dat we willen proberen omgaan met die angst die daar hoe dan ook is.
Ik ga proberen een aantal tips te geven die wij hier in het ziekenhuis ook regelmatig geven aan mensen wanneer dat we merken dat er toch heel wat angst ook wel aanwezig is. Nu, meten is weten. Wat weten we ondertussen uit onderzoek? Een studie van Wuhan, waar dat de epidemie om in de eerste plaats begonnen is. Die toont eigenlijk aan dat wanneer dat we kijken naar het aantal overlijdens in Wuhan ten gevolge van de COVID, dat het vooral natuurlijk de oudere populatie is, maar dat eigenlijk de mensen die een of andere vorm van kanker al hadden, dat eigenlijk een kleinere groep is dan bijvoorbeeld mensen met hart- en vaataandoeningen. Is wel belangrijk ook om te weten. Als we kijken naar wat we ondertussen ook al weten van in eigen land, uit België, dan is er een studie gebeurd aan de Universiteit Hasselt, die ondertussen wel aangeeft dat de meeste mensen met corona gelukkig het virus ook wel overleven. Niet iedereen die op intensieve zorg terechtkomt, sterft aan het virus. En eigenlijk, als we de grote populatie bekijken, dan gaat slechts 1% overlijden, ook van de 85-plusser. Gelukkig maar, zou ik dan ook zeggen. Het is wel belangrijk om goed geïnformeerd te zijn, de juiste informatie ook te hebben, zeker ook uiteraard gerelateerd aan de eigen pathologie. Denk aan wat daar straks professor Schots al heeft aangekaart, om ook te weten wat de risico's zijn voor uzelf in deze periode. Te doorgooien, want iemand zegt, je hebt het over meten is weten, en die persoon heeft het over de persconferenties die altijd werden gegeven om 11 uur, en ik moet zeggen, ik herken mij daar ook wel wat in. Hij zegt, is dat eigenlijk wel nodig om 11 uur altijd zo'n persbericht te geven? Dat creëert bij mij net altijd angst, en ik betrap er mij ook op dat ik daar ook altijd eventjes naar kijk rond 11 uur. Ik begrijp zijn opmerking. Doen we daar wel goed aan? Het is meten is weten. Ja, maar hoe kijk jij als psycholoog er tegenaan? Ja, we raden wel aan mensen om in de eerste plaats betrouwbare bronnen te raadplegen wanneer dan mensen informatie zoeken. Want er worden heel wat berichten verspreid in de media die niet altijd correct zijn. Dus richt je vooral naar wat dat er... online komt vanuit Scienzano bijvoorbeeld. Maar probeer toch sowieso de media te beperken, het nieuws te beperken. En bijvoorbeeld maar één keer per dag of zo naar het nieuws te kijken. Te veel nieuws maakt meer angstig. Dus we proberen toch altijd als advies te geven om dat toch wel zoveel mogelijk te beperken. Dank je, Inge. Ik zal het doen. Ja. Verder naar jou. Goed, wat is nog belangrijk? Ik zei het daarnet al, zoek een stuk naar controle. Controle, vooral structuur, voorspelbaarheid, de controle. Daarvan weten we dat die sowieso de angst een stuk gaan verminderen. Nu, natuurlijk, wat het coronavirus betreft, dat is nu net iets waar we heel weinig controle over hebben. Maar dan is het des te belangrijker om te gaan zoeken naar wat we wel kunnen controleren. Wat kunnen we wel controleren? Bijvoorbeeld is het aan te raden om te kijken, van, kan ik een dagschema opstellen? Kan ik een schema opstellen waarbij ik zeg van om zo laat sta ik op, om zo laat doe ik boodschappen, om zo laat eten we ons middagmaal, dat je eigenlijk een beetje structuur van de dag gaat creëren. Een weekschema van eten is ook zoiets, dat je eigenlijk voor elke dag op voorhand vastlegt, wat gaan we eten? Dat geeft wat rust in het hoofd. Als je gaat winkelen, gaat je ook meteen maar één keer al je boodschappen moeten doen, waardoor de angst ook wel wat kan zakken.
Nu, ook telefonische contacten. We adviseren mensen ook om niet te wachten tot als je opgebeld wordt door anderen voor een telefonisch contact. Mensen geven heel vaak aan daar heel wat behoefte aan te hebben, maar probeer dat ook actief zelf te gaan doen, om eventueel zelf vast te leggen met een vriend, vriendin, van de woensdag namiddag om 3 uur gaan we nog eens opnieuw telefonisch contact opnemen. Of met de videochat met elkaar contact opnemen. Dus die dingen zijn wel heel belangrijk. Daarbij zijn een aantal kleine dingen nog die je kan doen, die wel heel individueel verschillend kunnen zijn. En dat kan bijvoorbeeld zijn van, ik ga van mijn hoop strijk naar een gestreken hoop. Dat geeft wat structuur, dat geeft terug wat controle. Ik ga puzzelen, dat stukje puzzel wat ik dan uiteindelijk vind van, ik kan het weer, geeft terug wel wat controle, terug wat houvast. Nu, wat kan ik voor de rest zelf nog doen? Dan ga ik een aantal verschillende dingen, zoals bijvoorbeeld de videochat. We weten dat, professor Schot zei er straks ook al, heel wat sociaal contact valt weg. We weten ook ondertussen dat 1 op 3, of meer dan 1 op 3 van mensen met kanker, de eenzaamheid eigenlijk als grootste probleem zelfs ervaart binnen de COVID-periode. Dus het belang van de videochat is echt wel aan de orde hier. Probeer zoveel mogelijk contact ook te bewaren, via welk kanaal dan ook. Probeer er ook over te praten, over de angst die dat je voelt, maar ook niet te veel. En ook niet met mensen die te angstig zijn zelf. Want het is een beetje zoals we gezien hebben met het toiletpapier. De ene laat zijn kar vol met toiletpapier en de volgende doet dat ook. Met angst is dat ook zo'n beetje. Dus probeer als je spreekt over je angst ook wel dat te doen met mensen die zelf niet te zeer in de angst ook zitten. Afleiding is iets wat kan helpen, ademhalingsoefeningen, spierontspanningsoefeningen, maar ook jezelf toelaten dat je ook wel angstig mocht zijn. Nu, beperk ook de tijd, ik zei het er net al even, dat je met nieuws bezig bent, omdat dat zeker iets is wat de angst ook voedt. Zorg voor voldoende ontspanning, ook beweging, plezier. Ga fietsen, ga wandelen. Probeer ook buiten te komen. We weten ook dat dat zeker een positief effect heeft op angst. Probeer zeker, ik zei het daarnet ook al, contact met anderen te behouden. Al is het met de buren over de Haag, dat je eigenlijk zoveel mogelijk contact wel blijft bewaren. Mag ik daarop aanvullen? Reageert hier net iemand die zegt van, voor mij was sociale media een openbaring. Ik heb daar echt veel aan gehad, iets aan als Facebook, waarschijnlijk ook heel wat patiëntenorganisaties zijn actief nu op sociale media. Wat er ook van gezegd wordt van sociale media, hier hebben ze toch wel een nut bewezen, denk ik. Ja, absoluut, absoluut, ja. Ja, ik denk sociale media is iets wat zeer belangrijk is. Gelukkig bestaat het. Ik denk, moest het 20 jaar geleden gebeurd zijn, was het een heel andere situatie geweest. Maar nog eens, ook op sociale media, ik denk, het blijft belangrijk om te kijken naar wat betrouwbare bronnen zijn, ook daar, en de betrouwbare informatie. En zeker als het gaat over patiëntenverenigingen, denk ik, dat wordt gecheckt, daar wordt juist de info vaak opgezet. Zeer belangrijk. Ja. Ik ga verder gaan, want de tijd is beperkt. Moet ik bang zijn voor corona bij mijn behandeling? Uiteraard, de angst kan niet worden weggenomen. Maar nogmaals, ja, ben ik in staat ook om mijn angst ook te verdragen? Hè? Is mijn behandeling belangrijk genoeg? En probeer dan te kijken naar wat dat voor jou helpend is bij die angst. Waar moet ik het meest bang voor zijn? Wat helpend kan zijn ook, is dat je gaat kijken naar... Ja, angst is iets vaak iets algemeen. Waar ben ik nu precies het meest bang voor? Probeer die angst te verengen. Te gaan kijken van, wat is dat nu precies? Omdat dat ook wel vaak handvaten geeft om het dan ook wel te gaan oplossen of iets mee te gaan doen. Weet wat hyperventilatie is. We zien dat vaak op de afdeling ook mensen die gaan hyperventileren. En ook daar is het belangrijk dat je
herkent wat er aan de hand is als je dat ervaart binnen de angst die je voelt. En weet dan dat dat eigenlijk iets is wat ongevaarlijk is, maar het geeft toch wel die felle symptomen van angst. Je kunt je duizelig voelen, hartkloppingen gaan ervaren. Het is belangrijk om die symptomen te gaan herkennen. Nu, weet ook dat wanneer dat je die hartkloppingen dan voelt, dat dat ook geen hartaanval is. Nog te veel mensen denken van, ik had echt het gevoel dat er iets aan mijn hart was, dat ik de 100 ging moeten bellen, want ik ging iets krijgen. Nee, probeer dat ook te herkennen en probeer ook, wanneer dat je die symptomen ervaart, een keer eens in en uit te ademen in een zakje, of wanneer dat je dat niet bij de hand hebt, de handen echt in een kommetje te houden en voor de mond, zodanig dat je even door dat in en uit te ademen in het zakje of de handen, dat je eigenlijk terug wat rustiger kunt worden. Nu, medicatie bij angst. Natuurlijk, wanneer dat je voelt van ik krijg met mijn eigen manier van proberen, ik krijg met alles wat dat ik al uitgeprobeerd heb, krijg ik mijn angst toch niet onder controle. Ik moet toch naar het ziekenhuis, ik moet toch naar de dokter. En ik ben helemaal overstuur, dan kan natuurlijk medicatie soms wel een noodoplossing bieden. Vind ik toch wel heel belangrijk om daarbij te vermelden, bespreek dat altijd met de huisarts of met de specialist. Maar ik weet wel dat voor sommige mensen, wanneer ze helemaal blokkeren, dat dat een uitweg is om toch op een fatsoenlijke manier toch in het ziekenhuis te kunnen geraken. Let wel, dat is iets wat eenmalig genomen kan worden en niet langdurig, omdat er dan toch wel een verslaving kan optreden voor die medicatie. Maar het is een beetje de noodmedicatie die misschien wel kan daar zijn. Ja. Durf ook te kijken naar de voordelen van angst. De angst heeft ook voordelen. We gaan beter onze handen wassen, we gaan beter onze social distance houden, we gaan ons mondmasker beter dragen. Kortom, we gaan eigenlijk van alles doen wat ons toch wel ook beter gaat beschermen tegen de gevaren van de COVID. En in die zin is de angst die we ervaren, als het ons niet helemaal overrompelt, is het ook wel een heel groot voordeel. Probeer het piekeren ook te stoppen en dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, maar er bestaan wel een aantal technieken voor en een van deze technieken is dat je bijvoorbeeld ook een piekerkwartiertje of een paar piekerkwartiertjes per dag inlast, waarbij dat je eigenlijk jezelf ook toelating geeft om in die twee kwartiertjes volop te kunnen piekeren en eigenlijk de rest van de dag een beetje met andere dingen ook kunt bezig zijn. Moest je merken dat dat iets is wat heel erg wel blijft hangen en moeilijk blijft, bespreek het zeker met uw psycholoog, met uw arts, met uw oncocoach, met de zorgverlener waarbij dat je terecht kan. Kan mijn gezin helpen bij angst? Ook daar is het belangrijk. Weet iedereen wat de andere in het gezin nodig heeft? Kan er over die angst gesproken worden? En probeer zeker in het gezin uitspraken te vermijden als het zal wel goed komen. Of de bomma van mijn collega heeft het ook gehad en die is genezen. Dat zijn uitspraken die heel goed bedoeld zijn vaak binnen het gezin, maar die eigenlijk van elkaar verwijt door die uitspraken. En die zijn niet echt helpend. Er zijn veel manieren die helpend zijn om de crisis beter te doorstaan. Maar belangrijk blijft dat je gaat kijken van wat is voor u helpend? En kijk vooral terug naar wat is in het verleden wanneer dat je u angstig voelde. Wat heeft toen geholpen? En vaak zijn dat de dingen die nu opnieuw gaan helpen. En probeer daar zeker naar terug te grijpen. Heel hartelijk bedankt, Inge. Er komen vragen binnen, maar ik ga even pingpongen. Ik ga eerst even naar professor Schots, want terwijl Inge aan het spreken was, zijn een aantal vragen binnengekomen. Professor, heel kort. Iemand vraagt zich af, Roger vraagt zich af, hebben behandelingen, antikankerbehandelingen, soms ook niet een beschermend effect op COVID? Blijkbaar had hij dat gehoord of gelezen.
Is dat nieuw voor jou? Een beschermend effect, bij mij weten niet. Maar misschien komt dat van het verhaal van dexamethasone natuurlijk. Hè. Ja, ja. Daar moet ik me goed mee oppassen. Hè. Dexamethasone wordt veel toegepast, bijvoorbeeld in de behandeling van multiple myeloom. Maar standaard deel uit van vele schema's. Dexamethasone is slecht in de beginfase van COVID. In de eerste fase, als de patiënten ziek worden, geïnfecteerd geraken, maar nog geen ernstig verloop hebben, is toediening van dexamethasone en cortisone over het algemeen een slechte optie. Het is maar wanneer ze in een latere fase terechtkomen die gecompliceerd is, met de cytokinestorm, zoals men dat noemt, dan kan dexamethasone levensreddend zijn. Oké. Ook zou men kunnen nadenken over het toedienen van intraveneuze gamma-globulines. Dat zijn therapieën die ook ter ondersteuning van de immuniteit gegeven worden aan patiënten met hematologische aandoeningen. Maar er is geen evidentie dat deze preparaten een bescherming bieden op dit ogenblik. Ja. Een non-Hodgkin-patiënt zegt het volgende. Blijkbaar is het iemand die non-Hodgkin is, maar ook een COVID-19-behandeling heeft gekregen. Hij vraagt, dus misschien heel delicaat, ben ik nu benadeeld? Met andere woorden, is mijn prognose verslechterd? Dan had ik geen COVID-19-behandeling gekregen. Met andere woorden, blijft dat in je lijf zitten? Het kan een impact hebben als door de COVID-infectie, als die dan gecompliceerd verlopen is en er is een zekere schade aan de longen, die kan heel lang blijven bestaan. En als de patiënt dan nog actieve therapie nodig heeft op korte termijn, dan kan dat effectief een rol spelen. Als alle behandelingen achter de rug zijn en men is hersteld van de behandelingen en dan lopen een COVID-infectie op, dan denk ik niet dat het een nadelig effect kan zijn. Op het verloop en het herval wordt niet bevorderd, bijvoorbeeld. Denk niet dat het een nadelig effect dan heeft, nee. Oké, ik denk dat je iemand gerustgesteld hebt. Inge, ik kom even terug naar jou. Je hebt er net over gezinnen gesproken en ik heb twee bijna tegenstrijdige getuigenissen. We hadden op voorhand een aantal vragen gekregen van iemand en iemand zei, ik ben het even aan het zoeken, Caro zei, ik heb 3 kinderen en ik heb die de voorbije weken, maanden moeten thuishouden. Het was niet altijd gemakkelijk, veel stress en ze betrapt er zich op en ik lees even voor, ik heb schrik dat ik mijn eigen angst een beetje ga overslaan op mijn kinderen. Ik kan me er iets bij voorstellen, dat je zegt van, ja maar pas op voor dat en pas op voor dat. Ze zegt, ze stelt zichzelf de vraag, overdrijf ik eigenlijk niet? Met andere woorden, draag ik mijn angst niet over op mijn kinderen? Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, ik denk, natuurlijk voelen kinderen wel wanneer er angst is bij hun ouders en gaan ze dat stukje overnemen. Nu, wat ik tot nu toe wel weet, is eigenlijk dat het ook wel maakt dat die kinderen vaak ook bewuster omgaan met de maatregelen rond corona en ook meer en beter rekening gaan houden met de maatregelen die er zijn. Dus in die zin is dat vaak wel iets positiefs. En ja, gelijk ik daar straks ook al eerder zei, wanneer dat natuurlijk de angst echt wel een probleem wordt, hè, ik denk dat er dan wel als ouders moet gekeken worden naar hoe kunnen we nu zorgen dat de kinderen daar minder angstig rond worden. Er bestaat heel veel ook literatuur ook al om kinderen uitleg te geven rond corona. Ik denk verhaaltjes die er ook bestaan, een beetje afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, om kinderen daar wel wegwijs mee te maken. Maar ik denk, moest daar een probleem zijn, neem zeker contact op met de psycholoog ook van de afdeling of van waar dat je in behandeling bent. Maar ik denk, iedereen is wat angstig en angst mag ook wel in deze situatie, zolang het niet ons helemaal in beslag neemt. Ja, ik heb ook het heel tegenovergestelde verhaal van iemand die zegt van, kijk, mijn partner wijst er mij altijd op van, zij is patiënte en mijn partner wijst er mij altijd op, hij maakt mij horendol, het is van, pas op, heb je uw maskertje bij? Ik kan er mij iets bij voorstellen in mijn fantasie, een partner die overbeschermend misschien is naar een patiënte. Klinkt dat bekend in de oren? Absoluut, ja.
Absoluut. Ik denk de meeste patiënten zijn ondertussen, hè, nu in vandaag de dag, zijn die wel een beetje gerustgesteld ook wanneer ze naar het ziekenhuis komen door de veiligheidsmaatregelen die er gelden. Maar families, ik weet niet hoe het in andere ziekenhuizen is, maar bij ons in het ziekenhuis mogen die eigenlijk nog niet mee het ziekenhuis binnen. Dus die zien die maatregelen ook allemaal niet. Dus ik kan me best voorstellen dat families nog meer bezorgd zijn dan patiënten zelf op dit moment. Ja. Ja. Professor, hoe zit dat in jouw kliniek? Komen de partners van patiënten mee of hoe gaan jullie daarmee om? Het is lang tegengehouden geweest, maar nu mogen ze meekomen. Eentje per keer natuurlijk, hè. Ze mogen meekomen nu, ja. Ja. Inge, ik heb een mooi compliment voor jou. Je had het over meten is weten. En iemand schrijft, als ongeneeslijke kankerpatiënt vind ik deze invalshoek van meten is weten echt een openbaring. Ik word er zelfs emotioneel van. Ik wist niet dat het risico nog zo goed meevalt voor kankerpatiënten in percenten dan. Je hebt gezegd, die kans voor sterfte is eigenlijk heel klein. Wel, iemand... Bij iemand is dat meten is weten goed in de oren blijven hangen. Professor, iets helemaal anders. In de kranten stond bloedgroep en corona. En dan zou bloedgroep A een beschermend effect hebben. Een preventief effect hebben bij coronabesmetting. Klopt dat? Wel, er is tenminste één goede studie die dat zou... stellen, inderdaad. Men heeft dus een aantal factoren onderzocht, genetische factoren, die zouden kunnen een risico opleveren om ofwel COVID op te lopen, dus infectie op te lopen, ofwel om een gecompliceerd verloop te kennen van de ziekte. En in een zogenaamde multivariaat analyse komt daar bloedgroep A uit als een risicofactor. Vooral met betrekking tot het ontstaan van complicaties eenmaal de infectie zich heeft voorgedaan. Dus er is relatief stevige data voor. Dat was ook in China al gesuggereerd. We moeten een beetje oppassen met vele publicaties, omdat nu vele journals iets gemakkelijker informatie accepteren. Zo met de bedoeling om zoveel mogelijk alle informatie over COVID kenbaar te maken. En af en toe is daar verkeerde informatie bij of te premature informatie. Maar in dit geval is dat niet zo. Ik denk inderdaad dat er redelijk wat evidentie is dat bloedgroep A, het verloop van COVID-19 bij bloedgroep A personen, wat gecompliceerder kan verlopen. Maar er zijn heel wat andere risicofactoren die veel belangrijker zijn nog. Dus het is maar een kleine bijkomende factor. Ja, oké, maar daar zit effectief wel een bron van waarheid in dat dit een bloedgroep A hebben is, kan een risicofactor zijn. Ja, maar moet nog bevestigd worden in grotere studies natuurlijk. Hè. Ja. Ja, een vraag van iemand die een nieuwe liefdesrelatie heeft. Zij zegt, wij hebben een nieuwe liefdesrelatie en mijn partner, ik had het overgeschreven hier, voilà. Mijn partner heeft de diagnose een diffuus grootcellig B-cel lymfoom. Wij wonen nog niet samen, maar ik sta in het onderwijs. En daar kom ik in contact met heel veel kinderen. We zijn heel terughoudend rond lichamelijk contact. Hoe lang moet zij dat blijven aanhouden? Is zij overdreven angstig misschien of niet? Hoe kijkt u er tegenaan? Nu zou ik graag Mark van Rans zijn, hè, want dat is een typische vraag voor hem, denk ik. Ik denk dat dergelijke contacten afhankelijk zijn van de bubbels die die twee personen hebben. Hè. Als je natuurlijk een relatie aangaat met een persoon die heel actief is sociaal, en die een bubbel heeft waarin heel veel mensen zitten, dan verhoogt het risico. Dus ik denk dat zo van die individuele contacten, relaties, dat die buiten de eigen bubbel dan toelaatbaar zijn, voor zover dat de bubbels individueel beperkt blijven. Ja, dus natuurlijk bij iemand die in de school staat, die onderwijs levert, is dat heel moeilijk. Dus ik denk dat dat een af te wegen risico is. Daarbij zou ik toch willen stellen dat we nu toch in een zekere staart van de epidemie zitten en dat een verschillende situatie is van bij een piekmoment. Bij een piekmoment zou ik zeker zeggen, zijt zeer voorzichtig.
Nu, denk ik, is het relatief geworden. Ja, ja. Ik ben niet zeker dat dat een goed antwoord is op de vraag. Ja. Nee, maar hou de bubbel klein is in elk geval een goede raad. Beperk je contacten. Ja. Inge, eigenlijk is het geen vraag. Het is iemand die iets meedeelt en het zal je waarschijnlijk bekend in de oren klinken. Ik ga even zoeken. Ja, iemand zegt, ik zit in een kankerbehandeling en voel me moe. En zij zegt, mijn man en mijn kinderen begrijpen die vermoeidheid niet. Soms voel ik dat ik daar echt alleen voor sta. Ik krijg het niet uitgelegd van mijn vermoeidheid. Ik sta er precies alleen voor. En waarschijnlijk komt het in coronatijden dan extra hard aan. Ik ga leg het aan u beiden even voor, maar misschien eerst even aan Inge. Ja, dus de vermoeidheid is iets wat we heel vaak horen bij mensen. Hè? Sowieso al in de kankerbehandeling. Heel vaak zie je dat mensen, ook met lotgenoten, daar wel heel veel herkenning in vinden. Waar dat we anders natuurlijk zitten met een gezin waar dat de partner gaat werken, de kinderen overdag naar school zijn, zit iedereen nu ook wel thuis, samen in huis. Nu begint dat misschien wel een beetje terug te veranderen, maar lang is het wel zo geweest. Waardoor dat iedereen wel korter op elkaar zit. En waar dat misschien iemand vroeger wel kon gaan rusten in de namiddag als iedereen thuis uit was, is dat nu misschien ook niet meer altijd mogelijk. Dus het is iets wat denk ik toch wel meer in de picture daardoor ook wel komt dan voorheen. Ik denk belangrijk blijft het. Dat er ook, dat die partners ook wel soms wel uitleg krijgen van onkelcoach, van arts, ook wat die vermoeidheid dan ook wel betekent. Maar ik denk dat professor Schots daar wel iets meer over kan vertellen. Professor, die conflicten daar rond begrijpen van vermoeidheid, vertel eens, hoe beluister jij dat in je praktijk? Vermoeidheid is een heel, heel frequente klacht, hè. Een heel frequent probleem. In de hemato-oncologie. Ja. Maar is ook een zeer relatieve klacht. Hè. Wat is juist vermoeidheid? Dus ik denk, men kan niet anders dan aanraden om daar het volste begrip voor te hebben. Wederzijds het volste begrip voor te hebben en vooral respect voor die klacht. Hè. En als iemand zegt, ik ben de ganse dag moe, dan is dat wel zo. Hè. En dan mag dat niet geminimaliseerd worden. Ik heb ook de neiging om dat zeker niet te minimaliseren. En daar wel stellig rekening mee te houden. Ja, we hebben nog 4 minuten. Nu, het lijstje slinkt omdat ik ondertussen merk dat professor Schots een aantal vragen al direct schriftelijk aan het beantwoorden is. Dat is heel top, maar de volgende moet je wel live beantwoorden. Het is een heel concrete vraag. Je hebt over MabThera al gesproken. Ik lees even voor. Heel wat patiënten nemen MabThera als onderhoudsbehandeling, wat impliceert dat ze geen humorale immuniteit meer hebben. Met andere woorden, ze maken geen antistoffen aan. Nochtans zijn er veel van die mensen die perfect gezond leven, die perfect in remissie zijn, die een heel goede conditie hebben. Mijn vraag is, wat is eigenlijk de prognose als zo'n mensen toch COVID-19 krijgen? Met andere woorden, patiënten die MabThera nemen, wat als zij COVID-19 krijgen? Hoger of lager risico, hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, MabThera zal sowieso het immuunsysteem in die mate beïnvloeden dat de productie van antistoffen gaat verminderen. En heel wat patiënten komen daar goed mee weg en hebben geen verhoogd risico op infecties. Of ze hebben wel een verhoogd risico op infecties, maar ze krijgen geen infecties, hè, daarmee. Andere patiënten hebben daar veel meer moeite mee en gaan wel recidiverende infecties ontwikkelen en die moeten dan eventueel humane immunoglobulines bijkrijgen om ze te beschermen. Dus MabThera is wel degelijk een medicament dat de immuniteit in die mate verstoort dat het een risico kan opleveren om COVID-infecties op te lopen. En daarom wordt het ook afgeraden om MabThera bijvoorbeeld in onderhoudstherapie door te geven gedurende de piekmomenten van een epidemie. Het kan geen kwaad om een therapie die 2 maandelijks gegeven wordt, gedurende 2 jaar, om die 1 keer over te slaan. Het kan geen kwaad voor de prognose van de ziekte en voor het risico op herval en dergelijke. Dus over het algemeen liever geen MabThera, tenzij het niet anders kan. En in onderhoudstherapie bijvoorbeeld,
Of voor sommige patiënten die alleen MAPTERA krijgen in de therapie, zou men een alternatief moeten zoeken. Alternatief om iets anders te geven, dat is voor laaggradige lymfomen meestal wel mogelijk. Oké, okay. Ja, met andere woorden, bespreek dat eens met je oncoloog. Er is een kankerpatiënt die zegt, ja, allemaal heel juist, maar hoe draag je dat allemaal als alleenstaande? Iemand die patiënt is en alleenstaande, dat is moeilijker dragen. Wat zijn suggesties die jij zo iemand kunt geven, Inge? Uiteraard is dat veel moeilijker, maar ja, ik denk het belangrijkste blijft dan om te zorgen voor zoveel mogelijk contact met mensen rondom u. En op dit moment mogen de bubbels wel een beetje groter worden, dus ik denk ook daar probeer zoveel mogelijk mensen die er ook effectief wel, die uw situatie ook wel begrijpen, om daarop terug te vallen. Dat hoeven geen 10 mensen te zijn daarom, maar meestal zijn er echt wel mensen, als je vraagt van bij wie kun je echt wel terecht, dan zijn er wel 1 of 2 mensen die daar wel zijn. En probeer die ook zeker, ook zelf, ook actief naartoe te stappen en niet te wachten totdat de mensen naar jou toe stappen. Probeer actief daarin stappen te ondernemen. Ja, professor Schot, er iets aan toevoegen. Ja. Ik denk, vele oudere mensen hebben een beetje schrik voor die media. Hè. Voor FaceTime bijvoorbeeld, of deze webinars enzovoorts. Ik denk dat ze moeten geholpen worden om die drempel te overschrijden. Ik ken uit mijn omgeving 80-jarig, 80-plussers, die daar absoluut niet moesten mee, wilden mee omgaan. En met een beetje aanzet, een beetje motiveren, een beetje over de drempel heen duwen, doen ze het finaal toch. En dan zien ze hoe leuk het is. Hè. Dus ik denk dat een van de opdrachten is om onze patiënten die geïsoleerd zijn, om ze via onze coach of via alle andere mogelijke contacten, om ze toch die mogelijkheid bijna op te dringen. En dan zullen ze zien dat dat werkt. Dus ze moeten leren gebruik maken van de tools die we nu allemaal moeten gebruiken. En waar iedereen nu moet mee werken heeft. Dus ze moeten daar hulp in krijgen. En dan zullen ze merken dat dat goed werkt. Ik zou ze willen echt aanraden om dat te doen. Ja. Lang leven het internet, daar zijn we mee bezig. We gaan ondertussen ook over tijd, omdat we zoveel vragen binnenkrijgen. We gaan afsluiten, maar een aantal heel korte vragen. Omdat er toch wel een belangrijke binnenkomt. Namelijk, is dit nu het moment om te stoppen, bijvoorbeeld met behandeling? Iemand zegt, Stefan zegt, wat met nivolumab kan bij 2 jaar volledige remissie een behandeling gestopt worden, gezien het risico op corona? Dat is een moeilijke vraag. Hè. Er is heel wat discussie, niet zoals in het bijzonder voor Hodgkin-lymfoom-patiënten, maar in de oncologie of het algemeen, waar veel meer van die checkpoint-inhibitoren gebruikt worden, wat met checkpoint-inhibitoren gedurende een COVID-episode. Want natuurlijk, een checkpoint-inhibitor zoals nivolumab zal de immuniteit stimuleren. Op zich gaat men zeggen, ja, dat is niet slecht, want dan ga ik minder risico op infectie hebben, maar die activatie van het immuunsysteem in de gecompliceerde gevallen is eerder te vermijden. Dus ik denk dat dat daar echt individueel moet bekeken worden met de arts. Iemand die 2 jaar op nivolumab in een perfecte remissie is, waarschijnlijk kan dat onderbroken worden, maar ik durf dat niet stellen. In principe moet het doorgegeven worden. Dus individueel te bekijken, met voor- en nadelen van beide situaties. Ja. Een allerlaatste vraag. Laat ons vooruitkijken naar de komende maanden. Het is vakantie, het is op reis gaan. Je hebt er al een vraag rond gekregen, professor. Goed, wat denken jullie? Reizen, voorzichtig zijn, hoe kijkt u er tegenaan rond mensen, patiënten die op reis willen trekken, professor? De gelukszakken zou ik zeggen, hè? Nee, dat is goed natuurlijk, op reis gaan, maar men moet de regels van het land respecteren. Dus men moet zich goed informeren bij het reisbureau of individueel. Er bestaan voldoende plaatsen op internet waar men die informatie kan bekomen. Men moet de regels van ieder land grondig en goed respecteren. Ik denk dat als men dat doet, dan kan men ontspannen op reis vertrekken. Ja, een allerlaatste vraag, en ik overval jullie er een beetje op mee. Laat ons alweer na de vakantie, dan zegt men, er zal misschien een tweede golf komen. Wat zijn de tips die jullie nu hebben ervaren, of wat zouden de raadgevingen zijn die jullie nu hebben opgestoken voor als er een nieuwe tweede golf zou komen? Wat het eerste te doen? Wat hebben we geleerd?
professor eerst en dan eindigen we met Inge. Ah, ik heb de eer om te beginnen. Wel, ik zou twee dingen zeker doen. Ik denk dat we nu langs alle hoeken bestormd worden met richtlijnen. We moeten die richtlijnen klaar hebben. Voor elke pathologie en elke situatie moeten de patiënten kunnen beschikken over duidelijke richtlijnen die door experten opgesteld zijn. Zodat ze die niet gedurende en stapsgewijs moeten vernemen gedurende de epidemie zelf. Die moeten beschikbaar zijn bij het start van een epidemie. Dus daar is wat werk voor mijn collega's en mezelf, denk ik ook, en onze beroepsorganisaties en wetenschappelijke organisaties. En een tweede zaak is nadenken met de patiënten samen over hoe dat ecosysteem kan zoveel mogelijk in stand gehouden worden. Met internet, met media, via allerlei wegen, met hulp van de coaches, van de teams die mensen behandelen in de ziekenhuizen. Dat zijn mijn twee belangrijke punten, denk ik, voor de toekomst. Inge? Ja, ik kan alleen maar daarop aansluiten. Hè. Uiteindelijk blijven die twee dingen die de professor juist aangeeft het allerbelangrijkste. We zijn in het ziekenhuis ook bezig met de voorbereiding van een tweede piek, als die er eventueel zou komen. En ik denk ook dat de zorg er voor patiënten er bij een tweede piek toch wel wat anders zal uitzien dan bij de eerste piek. In die zin dat bijvoorbeeld wellicht het ziekenhuis nooit meer helemaal in lockdown zal gaan. Dus de zorg, de reguliere zorg, gaat meer dan vorige keer blijven verder lopen, omdat we ondertussen ook meer weten, meer kennen rond het virus. En ik denk dat we in die zin met z'n allen meer en beter voorbereid gaan zijn. En ik kan alleen nog maar eens zeggen, wat professor Schotzer straks ook zei, leer iedereen omgaan met WhatsApp, met Skype, met alles wat er bestaat. Moesten we in een tweede piek komen, dan zijn we allemaal een beetje beschermd tegen de impact. Ja, met andere woorden, we hebben de voorbije maanden ook heel wat geleerd. Bedankt voor die positieve noot. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken, mevrouw Inge Knaap en professor Schot, om al die vragen te beantwoorden, tijd vrij te maken. En ik zie ook dat op dit eigenste ogenblik professor Schot nog iemand individueel aan het antwoorden is. Ik zeg bedanken omdat ik net een aantal bedankingsmailtjes en berichtjes zie binnenkomen. Dit wordt heel sterk geapprecieerd. Inge en Rick, heel hartelijk bedankt. Natuurlijk willen we ook de 6 verschillende patiëntenverenigingen bedanken die dit allemaal gesteund hebben. Onze dank gaat ook natuurlijk uit naar de initiatiefnemers van dit geheel. Dat is het farmaceutisch bedrijf Takeda. Maar bovenal, een laatste dank die gaat naar jullie allemaal uit. Het was een heel boeiend uurtje, al zeg ik het zelf. Maar ik zie de reacties binnenkomen en ik zie ook dat er vragen blijven binnenkomen. Met andere woorden, heel wat vragen zijn beantwoord. Nog niet allemaal, maar dat komt misschien wel. Want deze video wordt binnenkort ook, laat zeggen, ergens volgende week, zal die ook beschikbaar worden gesteld. Daarvoor moet je surfen naar de site van Medipedia, maar de 6 verschillende patiëntenverenigingen zullen wel vertellen waar je dit webinar nog eens rustig opnieuw kunt bekijken. Vragen die binnenkomen, die houden we bij. Die gaan niet de vuilbak in. Integendeel, ze zijn te belangrijk. Die gaan naar de verschillende patiëntenorganisaties. Dus nog eens heel hartelijk dank om hier zo aanwezig te zijn en actief te zijn. En maak er een prettig en een zonnig weekend van. Prettig weekend.